artificiële intelligentie en dan nog meer specifiek natural language processing en sentiment analysis, waarbij je eigenlijk automatisch uit taal bepaalde emoties of stress kunt gaan detecteren bij de gebruiker, bieden heel wat mogelijkheden ook op vlak van communicatie. Chatbots en voice assistants die gebruik maken van deze technologie worden de komende jaren steeds populairder en zijn niet meer weg te denken zowel in een B2B als in een B2C context. Het leven van een ondernemer loopt niet altijd van een leien dakje. Daarom hebben we eigenlijk besloten om een AI-chatbot te ontwikkelen die hen kan helpen om stress te ventileren en ook als tool om hen te faciliteren en bewust te maken van hun stress.